Ik sta hier op Warhamkoersen 20 jaar. Het is de 20ste keer. Met mijn kinderen? Ja, met verkeerd. Ben begonnen op het Merdenplein. Okay. En zo geleidelijk afgeschuift tot we hier op het vaste plein zijn. Ja, ondertussen veel veranderd? Enorm veel veranderd. Qua infrastructuur is er veel veranderd. Ook de mentaliteit van de mensen, ook het betalen van de mensen. Nee, maar vroeger was dat allemaal met geld, met cash geld. En allemaal met bonnetjes. Het waren dan jetons en nu zijn het weer met breekbonnetjes. Dus geen verbetering? Dus inderdaad geen verbetering voor de mensen die de catering moeten doen. Dat vraagt enorm veel werk, maar ook veel verloren tijd. Want de inwisselbekers, dat moet allemaal terugkomen. Moet allemaal terug soort bij soort gestoken worden. Door de drukte kunnen we dat niet. En met like doen, dus moeten we dat na het festiviteit doen en dat zijn we niet wat vuur in beslag. Geert, weer op dezelfde plek hier. Zeker. En met de zon van de jaren. En zie je dat met ze zitten vandaag? Maar ja. Als de zon er is, is het altijd oké. Okay. Hoe lang sta je al bij de Warhamkoers? 2017 zie ik al. Ja. Met de corona had het dan 2 jaar niet doorgaan. Dus dat is een beetje... Corona? Ja. Maar ja, daarna. Het is een beetje altijd op en af. Als het goed weer is, als de zon er is, is het altijd beter. Of dat is ook een beetje... Maar nog nooit geen regen gehad. We hebben altijd kunnen komen. Dat klopt, ja. Dat klopt. Maar vandaag wordt het dus druk, hè? Voor jou? Met ijsjes weer. Ja. In een dag. En goed weer, dat is vernaamd. Goed weer. En voor de partner dat allemaal goed verloopt. En de eerste koers was in 1847. In 2000, wacht ik even, toch nog in 2000, rond 2000, toch nog in 2000. Alleen merci en geniet ervan. Ja, dank u vriendelijk. Voilà. Ja. Thank you.
eerste waar ik heb koersen geweest, houdt u vast, in 1946 of 47. Ik was toen ik was hier, met mijn vader en we zijn zeker en vast. Ik ben hier aan de, het 50ste waar ik hem koers waarschijnlijk. We hebben een hele goede en optimale samenwerking met de koersmaatschappij als dat.